Vrienden en fans, welkom bij American Truck Simulator. Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Valentino en welkom op mijn Let's Play kanaal. Nou, als je nou TikTok hebt, ik zet elke dag een short neer van de video die ik op die dag ga spelen. Dus als je dat een beetje wilt volgen, volg me dan eventjes op TikTok. Dat zou ik echt heel erg leuk vinden. En daarnaast zie ik je natuurlijk heel graag elke zondag om 6:30 hier live op YouTube. Nou, mensen, het is zover. We gaan eraan beginnen. American Truck Simulator. Ik word vaak misselijk van dit spel, maar ik vind het zo vet. Ik vind het zo een mooi spel. Ik ga het gewoon doen. Ik zie het wel hoe het gaat. Nou, ik heb al een tijdje gespeeld om eventjes een beetje te kijken hoe en wat. En of het allemaal wel goed gaat, want ik heb last van motion sickness. En met deze game triggert dat nogal. Maar ik hoop dat als ik het gewoon structureel een beetje ga spelen, dat het dan wat minder gaat worden. Nou, zoals ik al zei, ik heb al een tijdje gespeeld, want ik wou namelijk de serie beginnen met mijn eigen truck. Dus in het begin moest je opdrachten doen, weet je, want dan race je eigenlijk met trucks van andere bedrijven. Maar ik wou gewoon een serie beginnen met mijn eigen truck, dus ik heb eventjes gespeeld totdat ik iets van, wat was het, 128.000 euro had gespaard. En ik heb mijn eigen truck gekocht en ik ben er heel blij mee. Ik vind het echt zo'n mooie truck. Nou, ik heb met dat geld wat ik heb verdiend, heb ik natuurlijk de truck gekocht. Ik heb van dat geld heb ik ook nog, of van het geld wat ik toen nog over had, heb ik een motor van 500 pk heb ik erin gezet. Ik heb een versnellingsbak van 9 versnellingen uit mijn hoofd. Nou, en daarnaast heb ik nog wat aanpassingen gedaan. Ik vind hem in ieder geval heel mooi geworden tot nu toe, want daar wordt nog veel mooier. Nou, we zijn dus gewoon een truckchauffeur uit Nederland die in Amerika gewoon voor onbepaalde tijd gaat werken. Dat leek me gewoon een leuk scenario, leuk bedacht. En ik heb er daarnaast natuurlijk gewoon hartstikke veel zin in. Dus laten we gewoon lekker gaan beginnen. Ik ga jullie heel veel kijkplezier wensen. Dan gaan we naar de intro en dan gaan we starten. Veel kijkplezier. Yes, wat leuk dat je kijkt. Ik hoop dat je mijn truck mooi vindt. Ik vind hem echt geweldig. We gaan onze eerste rit doen. En we gaan van Stockton gaan we naar Oxnard rijden. Dat is deze route. Ik neem aan dat heel veel mensen dat wel weten. Want heel veel mensen spelen dit. Of in ieder geval ATS. Dat is de Eurotruck. Heb ik trouwens ook. Maar ik heb gewoon iets meer met deze. Ik vind dit gewoon, ja, ik vind het gewoon heel mooi. Nou, nogmaals. We gaan van Stockton naar Oxnard rijden. Ik heb dus mijn eigen truck, dus ik kan nu gewoon lekker mijn ding doen. We gaan een hoogwerker vervoeren van 12 ton. Volgens mij is het 12 ton of niet? Of zie ik dat verkeerd? 12 ton toch? De ritafstand is 603 kilometer, 7 uur en 43 minuten. En we verdienen daar best wel veel geld mee. 29.500 euro. Nou, hoe kan dat? Nou, dat komt natuurlijk ook omdat ik al een tijdje heb gespeeld. En ik heb ook wat vaardigheidspunten of wat punten gespendeerd aan bepaalde dingen waardoor ik dat kan doen. Nou, laten we gewoon lekker in de truck gaan zitten en dan gaan we gewoon rijden. We gaan het zien. Ik heb er zin in. Let's go. En daar zijn we, dames en heren. We staan in het donker. Het is echt letterlijk 4 uur in de nacht. Wat is die mooi. Ik vind hem echt mooi. Ik heb trouwens ook een naamplaatje erboven dit. Kun je misschien heel moeilijk zien, maar er staat Game Over. Ik vond het zo leuk. Ik denk van, ik doe er gewoon bij. Nou, daar zitten we. Zitten in de truck. Wat is die mooi, wat is die mooi. We gaan hem starten. Althans, als dat wil. Ik ga trouwens even mijn raampje stuk open doen. Want het geluid van deze truck is heel mooi. I love it. Nou, de park and brake staat nog aan. Dus die gaat eraf. Dan zetten we hem in zijn 1. En dan gaan we rustig rijden.
En we zijn onderweg. We moeten nog 291 kilometer rijden. We zitten in z'n 9 nu. En ik kan niet hoger als 9. Want ik heb 9 versnellingen. Ik doe heel even mijn raampje dicht. Want ik hoor echt helemaal niks. Dat ding maakt zoveel herrie. Het is niet normaal. Ik dacht dat die bril wel leuk was voor beeld. Maar ik zie echt heel erg weinig. Maar als het goed is, wordt het zo meteen weer licht. We gaan hier zo meteen rechtsaf. Verkoppeling in. Eventjes terugschakelen. Hallo? Wat is er met dat ding aan de hand, joh? Die pook doet echt raar de laatste tijd. Ik weet niet wat ermee is. Wij gaan hier zo af. Beste mensen. De eerste bocht en ik kreeg alweer een ongeluk. Kijk eens, ik heb 30% schade aan mijn truck. Nu al. Nou, gelukkig kunnen we de schade niet zien. Dat scheelt dan weer. Nou, in ieder geval, ik moet dat gaan fixen. Dus ik ga dat doen. Ik druk op enter. Wat is dit? Reparatie? Oké, truck schaderapport. Is toch ongelooflijk dit? We zijn al niet eens echt begonnen en ik zit nu al mijn truck te repareren. Nou, in ieder geval, 334 totaalbedrag. Onderhoudsaanbeveling bevestigen. Oké, fijn. Dat is allemaal gefixt. We kunnen hier zo trouwens zien wat mijn truck precies inhoudt. Voor de mensen die dat boeiend vinden. Dit is wat ik tot nu toe heb gedaan. Nou, daar gaan we weer. We gaan het gewoon weer proberen. Ik ga alweer veel te hard hier. Ja, dat is zonde. Ik heb nog 13.500 euro over. Laat me eventjes weten hoe je op een snelle manier geld kan verdienen. Dat is natuurlijk wel heel interessant. Vooral nu in het begin van de game. Of in de simulator moet ik eigenlijk zeggen. Laat het eventjes weten. We gaan hier zo eventjes af. Ik hoop niet dat ik weer een ongeluk krijg. Dat zou niet zo heel fijn zijn. Gelukkig. Dit gaat allemaal goed. Kijk, dat is al een heel stuk beter. Maar goed, er rijdt ook niks voor me. Dat scheelt. Ja, mijn pookje die doet soms een beetje... Ja, of ik doe het niet goed met mijn koppeling. Maar soms dan registreert hij gewoon niet wat ik wil doen. Of wat ik wil. Dat is een beetje apart. Nou, ik zet hem gewoon lekker op cruise control. En dan zijn we nu denk ik officieel eindelijk op weg naar onze eerste vracht. De hoogwerker. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, laat me trouwens even beneden hier zo weten in de comments wat je aan het spelen bent. Of je ETS 2 speelt of American Truck Simulator. Want ik ben natuurlijk wel benieuwd wat jullie spelen. En als je daar toch dan mee bezig bent, laat dan even weten wat je favoriete truck is. Of wat je rijdt. Of wat je mooi vindt. Of wat je nog wil hebben. Dat kan natuurlijk ook, hè. Dat je ergens voor speelt. Ja, ik baal wel voor die, hoe heet dat, voor dat ongeluk. Het is ook echt mijn eerste ongeluk ook, hè. Maar dat komt gewoon door die bril, hoor. Want ik zag bijna niks. Ik geef gewoon de bril de schuld. Dat is lekker makkelijk. Maar ik zag echt, je ziet echt bijna niks als je die bril op hebt. Het ziet er leuk uit op beeld, maar het is niet handig. Ik zag trouwens ook nog dat we een upgrade kunnen doen wat betreft ons... Ja, je kunt zoveel dingen upgraden aan dat ding. Het is heel leuk. En ik wou ook heel veel dingen upgraden, maar ik kon het niet. Ik had geen geld meer. Maar is het boeiend om zeg maar je versnellingsbak te upgraden? Of is dat niet zo belangrijk? Ja, ik weet het niet. Ik heb er geen verstand van. Het is allemaal nieuw voor mij. Laat me eventjes weten of dat interessant is en waarom. Want ik heb nu natuurlijk 9 versnellingen. En ik split ze. Dus ik ga van 2, 4, 6, 8... ja, zoiets of 9. En als ik dan 12 versnellingen heb, dan doet hij het ook weer anders. Dat is wat makkelijker met deze poke. Want als ik 18 versnellingen doe, dan word ik helemaal gek. Dan zit ik continu... zit ik te shiften. En dan moet ik ook nog op een knop drukken om hem van low gear naar high gear. Het is een heel gedoe. Dat heb ik dus gewoon in split gedaan. Dat is gewoon wat makkelijker. We gaan hier zo meteen links. Zet hem naar zijn 7. Knipperlichtje aan. Het is licht. Dat is ook fijn. Dat scheelt weer een hoop. Dan kunnen we weer wat meer zien. En we gaan hier af. Wat ik ook heel erg merk bij deze simulator ten opzichte van bijvoorbeeld Truck Simulator Logistic. Is dat met deze simulators veel makkelijker met de koppeling. Althans, het voelt veel fijner aan of zo op de een of andere manier. Het rijdt gewoon veel lekkerder. Zo af. Zie je dat? Gaan we veel beter af als met Truck Logistic.
dat ging weer bijna mis. En ik rij weer veel te hard. Nou, we gaan lekker cruise control. En dan gaan we maar eventjes deze wegrijden, Stukkie. En daar was ik weer. We gaan even afremmen. Want we zijn bijna in Stockton. Althans, volgens mij wel. Ja, als ik zo op het kaartje kijk wel. We gaan even afremmen hier. Afremmen. Zo. En toen stonden we stil. We zijn er ook bijna. Nog 2 kilometer. En dan kunnen we de hoogwerk op gaan halen. Ik weet trouwens niet hoe dit werkt. Moeten we zelf die trailer aankoppelen? Ik heb geen idee. Dat wordt ook weer een dingetje. Yes, we mogen. Zo. Het is wel echt... Het is heel erg druk hier. Of lijkt dat zo? Volgens mij is het heel druk hoor. Ja, het is echt... Het is heel erg druk. Oh, daar is er 1. Kom op, rijden. Ik wil niet weer wachten. Yes, boy. En dit ziet er wel trouwens, het ziet er zo mooi uit trouwens, deze sim. Echt, het is prachtig. Maar daarom speel ik ook liever gewoon in, ja, ik vind het gewoon heel erg mooi dit. Ik vind de mappen mooi. Niet dat de Nederlandse mappen niet mooi zijn van ETS 2, maar... Ja, ik weet niet, ik heb hier gewoon iets meer mee op de een of andere manier. Want ik ken dit niet. Weet je, kijk, in Nederland, dat ken ik wel ongeveer hoe het eruit ziet. Maar dit niet. Dus dit is heel leuk om gewoon doorheen te rijden. Ik zit nou te gaan ze denken, moet ik niet naar links nu? Om links af te gaan? Wat heb ik nou weer gedaan? Ja, volgens mij moet ik inderdaad naar links. Ik sta weer verkeerd voorgesorteerd. Het is weer zover. Dus ik stuur eventjes daar naartoe. Ik geef even richting aan. Alsjeblieft, geef me voorrang. Alsjeblieft. Werk nou mee. Oh, gelukkig. Hij wacht op me. Dit komt goed. Moet ik wel schakelen, anders kom ik er niet. Oké, fijn. Nou, nog even wachten. Wat is dit hier ongelooflijk druk? Ja, ik knip de video, maar ik sta hier al een tijdje, hoor. Het duurt echt heel lang. Dus in dat opzicht is het wel realistisch.
Je bent echt lang aan het wachten voor die stoplicht. Kom op, mensen. Moet je kijken, moet je die rij zien. Hé, hey, daar gaan we. Oh god, kom op. Kom op, rijden. Ja, het gaat nog niet soepel, dat weet ik. Daar ben ik me van bewust. Het gaat nog niet helemaal goed. Oké, even goed opletten. Hier zou het ergens moeten zijn. Het is hier. Hier af. Kijk. Waarom staat er een vraagteken? Zou hem toch moeten zijn, of niet? Opdrachttype selectie. Verdien geld voor je bedrijf. Uw eigen vrachtwagen laten vrachten veilig. Ligt het hier wel? Oh, godzijdank. Ik denk, dan moet ik helemaal terug. Nou, dames en heren. Daar zijn we dan eindelijk. We zijn aangekomen in Stockton. We gaan nu de hoogwerker laden. Of zoiets. En dan gaan we rijden. Ik ben benieuwd. Je trailer is gereed. Ga naar de laadplaats. Oké. Rijd naar de groene vlag op de kaart. En mijn truck staat uit. Waarom? Nou, dan gaan we hem gewoon weer starten. Moet ik dan rechtdoor of moet ik hier er al in? Even kijken hoor. Nou, volgens mij kan dat allebei. Ja. Waar staat dat ding dan? Nou, wacht. Volgens mij heb ik hem gevonden. Hij staat daar. Juist, dat is hem. Oké. Oh, dat ziet er goed uit. Mensen, we zijn gekoppeld en we gaan rustig rijden. En dat kun je merken ook. Hij rijdt een heel stuk moeilijker. Maar ja, dat is ook logisch. We hebben natuurlijk wat achter ons hangen. En dat is niet licht, denk ik. 12 ton was het. Ik moet niet vergeten te schakelen. Ik heb mijn geluid ook zacht, dus ik hoor soms gewoon niet dat ik dat ik moet schakelen. Oké dan. Nou... We gaan beginnen aan onze reis. Even kijken. Ja, volgens mij, het kan wel. We gaan gewoon. We gaan onderweg. Oh, gelukkig. Er rijdt helemaal niemand. Het is rustig nu. Kom op. Wat een mooi geluid heeft deze truck. Dat is echt niet normaal. Ik had even op YouTube had ik wat dingetjes opgezocht over die trucks en zo. Ik wou gewoon even kijken, want het is helemaal nieuw voor mij, weet je. Ik had me helemaal niet verdiept in die trucks. En toen zag ik dus die Amerikaanse trucks en zo. Ik denk, ik vind dat zo leuk. Echt super mooi. En toen dacht ik van, weet je, ga het gewoon proberen. Ik zie het allemaal wel. Oké. Gaat het werken? Nou... Hij doet aardig zijn best, die motor. Oké dan. Wat ik ook heel gaaf vind, is dat je je raam open kan doen. Dan hoor je wat meer geluid. Dat is echt leuk. Nou, we moeten nog een stuk. 589 kilometer, 7,5 uur rijden. En dan komen we aan op dinsdag om 4 uur. Of vandaag inderdaad. Vanmiddag om 4 uur. Of heb ik dat niet goed? Volgens mij wel. Nou, zetten we weer op de cruise control. En dan gaan we maar eens eventjes een stukje karren. Want we moeten nog wel even. Oh ja, trouwens, we moeten ook nog gaan tanken. Dat is ook wel belangrijk trouwens. Waar kan dat dan? Komen we dat tegen? Of sta ik zo meteen zonder benzine aan de kant?
Zo, we gaan richting Santa Cruz, San Francisco. Even gassen. Ik heb trouwens ook wat mods geïnstalleerd in de sim. Zoals je kunt zien, McDonald's, allemaal van die brands en logo's, zeg maar, wat we ook gewoon in de echte wereld zien. En daarnaast heb ik ook nog de wegen, een soort van wegenmod, dat er allemaal wat, wat realistisch uitziet allemaal. En voor de rest heb ik geloof ik ook nog een soort bandenmod of zo. Ik heb gewoon op YouTube gekeken. Dan heb ik dat een beetje overgenomen, van wat een beetje de beste mods waren. Maar als je nog hele goede mods weet en je speelt ATS, laat het dan even weten. En dan zet ik ze erin, denk ik. Ja, we krijgen nu wel een... ik krijg wel een probleem nu, want ik heb echt bijna geen benzine meer. Ja, dat is wel eventjes een aandachtspunt nu. Ik zit eigenlijk de hele tijd al te wachten op een tankstation. Want ik weet namelijk niet wat er gebeurt als het zo meteen op is. Wat ik dan moet doen. Want ik zie ook helemaal niet langs de weg een tankstation. Waarom niet? waarom duurt het zo lang voordat je dat... Als je dat moet hebben, dan zie je het niet. En als je het niet moet hebben, dan komen ze allemaal voorbij. Nou, ik heb hem in zijn hoogste versnelling, dus we rijden op zijn zuinigst. Maar ik maak me wel een beetje zorgen daarom. Kun je dat op de een of andere manier instellen of zo, dat je naar een benzinestation wilt? Laat het even weten. Geef me een beetje tips onder in de reacties. Kijk, en dit is ook een beetje het punt wanneer ik een beetje misselijk begin te worden. Voor de mensen die het niet weten, ik heb last van motion sickness bij bepaalde games. En helaas is American Truck Simulator daar een grote trigger van. Op de een of andere manier. Dus dat is wat minder. Maar ja, wat ik al zei, ik hoop dat dat minder wordt wanneer ik het een beetje structureel ga spelen. Want zal het toch een keertje doorheen moeten, denk ik. Misschien dat ik het gewoon moet doen en er gewoon doorheen moet bijten. Dat het dan wat minder wordt. Want ik heb eigenlijk altijd de neiging van wanneer ik zeg maar misselijk word, dan stop ik ermee. Maar ik denk dat ik eigenlijk gewoon een beetje gewoon door moet gaan en het af moet maken. Het vervelende ervan is dat als ik zeg maar stop met het spel, dan ben ik nog steeds 2-3 uur daarna ben ik nog steeds misselijk. Dus dat is een beetje het ding. Kijk, als je nou ophoudt en meteen niet meer misselijk bent, dan... Hè, dat is anders als... Oh god, je hebt bijna geen brandstof meer. Ja, dat weet ik. Ga op zoek naar een tankstation. Ik krijg nu zelfs een melding dat ik moet tanken. Dit is niet goed. Oké, ik zit wel eventjes in de wereldmap. Want er moet toch een manier zijn om te kunnen tanken. Ik zie hier zo een tankstation. Of ben ik gek? Dit is toch een tankstation? Maar hij wijst me. Waarom zie ik dit dan? Oh, ik denk... Oh, dat zijn waypoints die je kan zetten. Nou, godzijdank dat dat wegklikt dan. Nou, we komen inderdaad hier zo bij een tankstation. Dus het is nog een heel klein stukje rijden. Ik hoop dat we dat gaan redden. Nou, daar zijn we weer. We gaan weer lekker verder. Nog ruim 400 kilometer. Ja, we moeten wel... Hoeveel kost dat trouwens, benzine? Ja, ik heb 13.500, maar ik heb geen idee hoeveel dat kost. Ik hoop dat ik dat... Nou, ik neem toch aan dat dat niet 13.000 euro aan benzine is. Ik speel trouwens sim op ultra, dus ik heb alles op ultra staan, alles, scaling op 400%, weet ik veel, gewoon alles op z'n hoogst. Dus mooier als dit wordt het niet. Ja, tenzij ik op 4K ga spelen, maar ik speel niet 4K, ik speel 2K. En dat is prima. Oké, ik wil nu het tankstation zien. Waar is dat ding? Waarom zie ik hem nou nog steeds niet op de kaart? Is dat nog zo ver weg? Oh, godzijdank, dat is het, of niet? Is dat het? Ja, dat is het. Mooi. Oké, nou, wij gaan hier dus af. We gaan naar rechts. Ik ga vast even terugschakelen. Ik weet niet of dat moet, maar... dat voelt goed op de een of andere manier. 5. Waarom is mijn richtingaanwijzer uit? Ja, wij gaan hier af, want we moeten nu echt gaan tanken. Kan dat? Even in de spiegel kijken. Ja, dat kan. Gaat dat ook met die trailer? We hebben natuurlijk de enorme trailer achter ons hangen. Ik heb geen zin in weer een botsing. Dat kost alleen maar geld. Dan moet ik weer naar de werkplaats. Oké. Remmen. Oké, even kijken. We moeten de motor stoppen. Ja, dat heb ik gedaan. En nu kunnen we tanken. Oké, ik druk even op enter. Hoeveel gaat erin? Ja, er gaat natuurlijk alles in, want het ding is helemaal leeg. Of wordt dat gedekt of zo door iemand? Nee, natuurlijk niet, want we rijden zelf nu. Brandstoftank is vol. 757. Dat is een hoop geld. Nou, gaan we weer starten.
Zetten hem in zijn 1. En we gaan weer... Wat gebeurt er? Oh, dat is natuurlijk wat ik moet betalen. Jongens, we hebben echt een noob hier hoor. Nou, ik ben heel blij. We kunnen weer verder. We zijn weer onderweg. We zijn in business. We gaan hier af. Moet makkelijk kunnen. De trailer is wel heel groot. Maar ik heb het gekker gezien op YouTube. Dit is nog klein waarmee ik rij, volgens mij. En we gaan weer. Oh, ik moet even in de spiegel opletten dat ik niet word aangereden. Ja, dit gaat goed. Kijk wat een mooie map dit is, joh. Ziet er echt prachtig uit. Nou, ik heb hem weer op de cruise control staan. We hebben een volle tank. Ik ben zo blij dat het me gelukt is. Ik dacht van, wat gebeurt er als je niet kan tanken, je staat daar op de weg. Wat gebeurt er dan? Wordt dan gewoon je missie afgebroken of zo? Nou mensen, nog... Zo, ik rij bijna van de weg af. Nog 350 kilometer. Let's go! Ja mensen, het is weer zover. Ik ben weer gebotst. Het is weer zover. Ik heb 3% schade. Wat de hel gebeurt er? Ja, dankjewel. Oké, is er 1. Waarom ga jij nou voor mij? Je bent helemaal niet aan de beurt. Wachten op je beurt, man. Yo, wat een stel asociale hier, joh, in Amerika. Is toch niet normaal? Is toch ongelooflijk, dit? Kom op, zeg. Nou, jammer. Even toch weer schade. Komt allemaal goed. We komen vast wel aan. Leuk gedaan ik weer trouwens met die werkzaamheden hier. En we zijn weer operationeel. Nou, 3%. Is dat erg? Eigenlijk niet. Ik vind het wel jammer dat je geen schade ziet aan je voertuig. Dat zou wel realistisch zijn natuurlijk. Nou, we hebben hier wel weer ook weer een benzinestation. En we kunnen ook slapen. Ik heb dat trouwens uitgezet. Dat slapen. Is dat erg? Is dat leuk om aan te zetten? Laat het even weten. Leek mij heel saai, want ik wil gewoon rijden. Of kun je dan gewoon skippen of zo? Ik weet niet hoe dat werkt. Maar het klonk niet heel boeiend of zo, dus ik heb dat uitgezet. Ik weet niet hoe dat heet, vermoeidheidsmodus of zo, vermoeidheidsstand. Stop alsjeblieft voor een inspectie van het... Wat is dit nou weer? Wat gebeurt er? Bij het dichtstbijzijnde weegstation. Waar is dat dan? Oh, dat komt er nu aan. Oké. Okay. Ja, dan gaan we dus gewoon... Oh god, heb ik dat weer niet goed in orde dan? Waarom word ik uitgekozen en de rest niet? Wat is dit nou weer voor iets? We mogen hier 15 miles, dat is heel langzaam. Even terugschakelen. Ja, ket al. We mogen hier maar 24 km per uur. Nou, ik zet hem wel eens vrij. Ik laat hem uitrollen. Wat is dit dan? Hebben we iets niet goed gedaan? Kost dat geld? Oké. Okay. Om de inspectie door te lopen, druk op A. Of Enter. Waarom rol ik weg? Totale gewicht van voertuig 26 ton. Hartelijk... 26 ton? Oh ja, maar natuurlijk ook nog de truck zelf. Nou. Godzijdank. Opletten, opletten. Ja, dit vind ik altijd zo link. Echt, ik ben elke keer bang dat ik aangereden word hier. Nou, dan gaan we eventjes weer knallen. En dan weer op de cruise control. En dan gaan we gewoon die andere 280 kilometer rijden. Ja, ik vind het echt, ik vind het zo leuk om te doen, jongens. Echt waar, het liefst dan speel ik het de hele dag. Echt waar, maar het...
Ik haat het dat ik dat heb. Echt, ik ben zo jaloers op mensen die dit... Want ik heb natuurlijk op YouTube gekeken en toen zag ik ook mensen die in een hele sim zaten. Die hadden een hele, weet ik veel, zo'n hele dashboard voor zich gemaakt en zo. Het ziet er wel echt heel leuk uit, hoor. Nou ja, op zich, weet je, het schiet ook wel aardig op. We moeten nog 240 nu. Het is wel duur, die benzine op zich. Maar ja, we kunnen ook al een hele tijd ermee rijden. Wat gebeurt hier? Wat gaan we doen? Oh, we gaan af. Ik denk al, wat gaat hij nou doen? Nou, ik ben wel blij dat ik die 500 pk erin heb gegooid. Ik weet niet of dat veel is voor deze truck. Dit is trouwens Kenworth W900. Ik had dat ding gezien op YouTube. Ik denk, dat is vet. Die wil ik hebben. Dus en op een gegeven moment had ik wat van die truck dealers vrijgespeeld natuurlijk in deze sim. En toen zag ik ineens dat ding staan. Ik denk, die wil ik hebben. Daarvoor heb ik eigenlijk gespeeld. Heb ik gespaard. Want ik heb hem nieuw gekocht. Ik heb hem niet als gebruikte truck, want dat kun je ook nog doen. En volgens mij heb ik er, wat was het? 112.000 voor betaald of zo. En met de rest van het geld wat ik over had, was nog 10.000 of zo, heb ik die aanpassingen gedaan. Maar ik vind hem heel mooi geworden. Maar ik ben er nog lang niet mee klaar, want ik wil hem nog steeds een beetje uppimpen, of hoe noem je dat? Maar daar moet je hogere levels voor hebben. Dat vond ik zo jammer. Ik denk van, oh, ik was net zo lekker bezig met dat ding. En dan kun je op een gegeven moment niet verder, want dan moet je levelen. Maar goed, daar zijn we nu mee bezig. Ja, let's go. Nog 150. Nou ja, nog een kleine 150. Ik vind het een heel mooi stuk van de map, dit. Met die bergen. Dit is wel gaaf om te rijden hier. Ja, in het donker rijden is wel lastig. Ik heb natuurlijk al eerder gespeeld, ook in het donker. Ik vind in het daglicht rijden echt ja, leuker. Dan zie je natuurlijk ook veel meer. Hè? Je krijgt ook minder ongelukken. Ja, dat ging zo net niet helemaal lekker. Maar goed, die bril was de schuld van de zonnebril. Trouwens, ik vertel dat helemaal niet meer vaak, maar het staat altijd wel in beeld. Als je het leuk vindt, kun je ook mijn Discord-server joinen. Dus als je nou een beetje met mij een praatje wil maken, hè, of wat foto's wil delen van je truck, dat mag allemaal. Dat kan gewoon in mijn Discord. Laat het eventjes, voeg me daar gewoon even. Dat is hartstikke gezellig. Kijk dan mensen, wat een uitzicht we hebben. Het is toch prachtig? Moet ik zo meteen trouwens achteruit gaan inparkeren? Dat hoop ik toch niet, of wel? Dat wordt echt een drama. Nou ja, dat hoeft niet, want ik ben... Met Logistics Simulator gaat dat wel op zich. Zullen we het gewoon gaan proberen als dat kan? Volgens mij kan dat wel. Wat is hier aan de hand? Wat is er gebeurd? Wat is dat? Oh, dat is niet goed. Kijk, zo had ik er ook bij kunnen staan, maar dat viel gelukkig nog mee. Al had ik wel 30% schade, dat is best veel. En wij gaan zo te zien hier zo weer af. En moet ik dan heel veel afremmen? Dat valt mee. Nou, het wordt nog wel een scherp bochie. Ja, dat gaat niet echt heel goed dit. Dat deed ik niet super netjes. Okay, we gaan hier meteen weer de weg op. Axnerd Santa Maria. Maar ik heb ook eventjes... Nou, ik heb nog niet gekeken eigenlijk voor DLC packs, omdat ik natuurlijk net speel. Maar is dat de moeite waard om dat te kopen? Zeg maar die expansion packs en weet ik het allemaal wat je ervoor kan kopen. Is dat de moeite waard? Of zeggen jullie van nou, Valentino, doe dat maar niet, want dat stelt niet heel veel voor. Dat is zonde van je geld. Laat dat ook eventjes weten. Ik wil een hoop weten. Nou, we gaan hier zo naar links. Althans, dat zie ik op mijn kaartje dat ik dat moet doen. Beetje links aanhouden of zoiets.
En dan gaan we nu weer naar rechts. Waarom zegt hij nu dat ik naar rechts moet en zometeen zegt hij weer dat ik naar links moet? Waarom is dat? Wat wil de game nou van me? Zie je dat? Er komt een auto, Wachten. Ik ga eerst. Ik ga niet weer een ongeluk krijgen daar. Dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Het is trouwens... ik dacht dat het alweer donker werd. Het wordt ook donker. Het wordt heel bewolkt. Wat is hier aan de hand? Er staat daar steep grades. Dus we krijgen weer omhoog en omlaag. En dit heb je natuurlijk wel heel veel in Amerika. Zeg maar die bergen en... Oh shit, ik moet even gaan remmen hier. Het is hier zo stijl dat ik moet gaan remmen. Zie je dat? Ik weet niet, hebben jullie dat aanstaan dat je zeg maar moet... of dat je je aan de snelheid moet houden? Ik bedoel, het is wel realistisch natuurlijk, maar... Laat het ook even weten. Wacht even, ik moet hier af. Ik moet heel snel reageren nu, daar ben ik helemaal niet goed in. Axnerd, oké, we zijn er. We zijn aangekomen waar we moeten zijn. Dan gaan we hier zo meteen linksaf. Ik zit in zijn 5. Is dat te laag? Daar gaan we nu achter komen. Ja, hij had in zijn 7 kunnen staan. Ja, dan moet ik ook heel erg gaan wennen hoor, de versnelling en zo. Oké, hier kunnen we stoppen. Nee, we mogen gelijk door. Dat is fijn. Yes, en dan zijn we er bijna. We zien het eindpunt. Wat goed. En dan gaan we hier rechts. En dan kunnen we de meters gaan aftellen. Oh god, het gaat heel snel. Oh, ik ga veel te snel. Rustig aan. Zie ik nou een helikopter? Vet, dat had ik niet verwacht. Even in zijn vrij. Gaan we hier zo erin. Remmen. Rustig aan. Stop. Oké, we zijn er. Druk op de volgende toets om de levering te bekijken. Oké, we kunnen inderdaad wel kiezen. Waar wil je de trailer? Laten we het makkelijk houden. Sorry, maar ik heb haast overslaan. Nee, we gaan het wel doen. Waar wil je de trailer? We gaan achteruit. Ik ga het proberen. Ga naar de laadplaats. Rij naar de rode vlag op je kaart. Oh god, dat meen je niet. Is dat daar tussenin? Nee. Oh wacht, het is hier. Hier ergens is het. Oh, ik kan hem ook overslaan als het niet lukt. Oh, dat is wel fijn. Als het dan echt niet gaat, dan kan ik altijd zeggen van... Wat gebeurt er nou? Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Oké, dames en heren, ik heb hem toch overgeslagen. Het was te moeilijk. Het lukte me gewoon niet. Het was heel frustrerend. Ik ben gewoon nog steeds niet goed genoeg daarvoor. Ik kan het niet. Nou, hoe hebben we dat dan gedaan? Wat is het eindresultaat? De afgelegde afstand 604 kilometer. We hebben er 8 uur en 14 minuten over gedaan. Gebruikte brandstof 270 liter. En dan komen we nu bij het leuke stuk. Basisbeloning 23.000 euro. Dat is prima. We hebben in totaal 29.700 euro verdiend. Mooi, leuk. Nou, dan zie ik dat we ook nog een puntje kunnen spenderen aan een van de vaardigheden. Zoals je kunt zien, heb ik al wat neergezet. Of althans, ik was aan het oefenen met de koppelingen, weet ik het allemaal. Dan heb ik ook wat opdrachtjes gedaan. En ik heb al wat aantal puntjes neergezet. Laten we dan gaan voor... Wat zullen we doen? Ik vind het altijd heel moeilijk om te kiezen. Ik had altijd waardevolle vracht omdat ik gewoon lekker veel geld wil verdienen. Laten we dan erbij doen brandstofverbruik. Laten we dat doen. Dank u. Dames en heren, en hier ga ik ook afscheid nemen van jullie. Nou, vind je dit nou leuk om te kijken en te volgen? Vergeet dan niet eventjes een blauw duimpje te geven. En vergeet zeker niet op het belletje te klikken, want dan mis je geen video's. En als je dat dan aan het doen bent, vergeet dan ook niet op abonneren te klikken. Dan ga ik je natuurlijk hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik je natuurlijk gewoon weer te zien bij een nieuwe rit. Tot dan, doei doei.